En wij gaan naar de rubriek het object en dit keer is dat uh, de Jan Steen wandeling in Warmond. De Jan Steen wandelroute loopt langs zeven panelen met zijn schilderijen. De schilderijen hangen op logische plekken. Bij de huisartspraktijk hangt een medisch tafereel. En bij het restaurant op het pleintje hangt een afbeelding van een gezelschap op een terras. Het zijn inkijkjes in het leven van mensen in de 17e eeuw en die zijn nog echt heel erg actueel. Jan Steen woonde en werkte rond 1658 in Warmond. Hoogtepunt van de route is het schilderij De Hoendenhof, waar het Warmondse kasteel Uiteilingen op staat. U keek naar de rubriek Het Object, een filmpje gemaakt door Roosmarie Keizer.